kun je je baas ongestraft uitschelden op Facebook? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, dames en heren, kun je je baas zomaar ongestraft uitschelden op Facebook? We gaan ons in dit college buigen over de vraag in hoeverre uw baas zich mag bemoeien met uw privésfeer. En ik ga allereerst eens beginnen met drie casusposities, zoals dat heet. Drie zaken. En ik begin met een bedrijfsfeestje. Er is een werknemer en die werkt bij de firma Betonson. Daar werken allemaal betonvlechters. En dat bedrijf organiseert op een gegeven moment een bedrijfsfeestje. Gewoon in de vrije tijd. Een werknemer gaat daar naartoe, is daarvoor uitgenodigd, komt daar en er gaat iets mis. Ik lees u even voor wat er uiteindelijk misgaat. Het is nogal wild feestje geworden, laten we het daar maar op houden. Wat heeft deze man allemaal gedaan op dat bedrijfsfeestje? Hij heeft zich schuldig gemaakt aan zeer onbehoorlijk en onzedelijk gedrag op haar personeelsfeest. Ondanks herhaalde waarschuwing van leidinggevende. Dat gedrag bestond onder meer uit excessief drankgebruik, het proberen ten val te brengen van een van de steltlopers van entertainmentgroep Carrie Michoud, het zodanig hinderlijk en handtastelijk gedragen dat het artiestenduo Johnny en Sharona haar optreden voortijdig heeft beëindigd, het ten onrechte bedienen van de geluidsapparatuur, het in reactie op een vermaning beledigen, bedreigen en fysiek bejegenen van een leidinggevende, het met ontbloot bovenlijf rondlopen in de danszaal, het maken van seksuele toespelingen tegenover partners van collega's, het in het kruis betasten van een vrouwelijke collega en, last but not least, het in het openbaar in de danszaal urineren tegen een tafel. Zoals gezegd, het was een vrij wild feestje. En de werkgever vond dat niet zo'n geslaagd feestje en heeft deze man om die reden op staande voet ontslagen vanwege zijn gedrag, uiteindelijk in zijn vrije tijd. Dan gaan we naar de tweede zaak. En dat is een zaak die zich afspeelt bij de firma Blokker, u ongetwijfeld ook bekend. En daar werkte een meneer bij Blokker en die had op een gegeven moment wat tekort aan geld. En die vroeg aan zijn leidinggevende of hij misschien een voorschot kon krijgen op zijn salaris. En dat werd geweigerd. En toen heeft hij vervolgens op zijn Facebook-site een bericht gepost over hoe hij dacht over zijn leidinggevende bij de Blokker. En ik ga het wederom voorlezen. Kijk mij er niet op aan. Ik lees het alleen maar voor. Wat zette hij op Facebook? Als gezegd, ik heb niet bedacht. Blokker. Wat een hoerenbedrijf. Spijt dat ik er ben gaan werken. En die mensen ook, die er werken. Vooral mijn teamleader. Wat een gore, achter de ellebogen, Nijmeegse nepwoud. Je kan aan die kaka-streken van hem wel merken dat hij uit Nijmegen komt en woud is geweest. De hoerenstumpert. Ooit komt mijn dag en geloof me, dan staan ze te janken, de k-k-homo's. Einde bericht. De Blokker was hier niet zo van gecharmeerd. En ook deze man werd op staande voet ontslagen. En dan de derde zaak. En dat ging om een man die werkte als brandwacht. En als brandwacht werd hij uitgezonden naar een bedrijf. Hij kwam uit Limburg en hij werd uitgezonden naar een bedrijf in Amsterdam. BP-terrein hier in de haven. En daar moest hij werken als brandwacht. Maar wat zei nou BP tegen zijn werkgever? Iedereen die hier komt werken op dit terrein, die moet worden onderworpen aan een zogeheten nulmeting voor lood. Want de mensen die daar werken konden blootgesteld worden aan loodvergiftiging. En om die reden moest er een meting worden gedaan op de waarde van het lood in het bloed. Zowel aan het begin van het werk als aan het eind van het werk. En die man, die kwam daar en die kreeg die opdracht om zich te onderwerpen aan die nulmeting. En die zei, nee, dat ga ik niet doen. Waarom dan niet? Dat hoef ik niet, want ik heb het grondrecht op bescherming van mijn privacy en mijn persoonlijke levenssfeer. Dus ik doe daar niet aan mee. Nou, toen werd het nog een keer gevraagd. En toen deed hij niet mee en toen werd hij naar huis gestuurd. En toen kwam de werkgever een dag later bij hem thuis langs om te vragen waarom hij dan had geweigerd. En toen was hij thuis en toen deed hij de deur niet open. Want hij wilde geen toelichting geven. En toen zei de werkgever, ja, dan ontslaan we je op staande voet. Dus ook deze man werd op staande voet ontslagen. En mijn vraag aan u is,
Wie vindt nou dat deze ontslagen op staande voet terecht zijn? Laten we eens beginnen met de eerste zaak. Johnny en Sharona. Het bedrijfsfeestje waar we allemaal zo graag bij zouden zijn geweest. Wie vindt dat in die zaak een ontslag op staande voet op zijn plaats was? Hoewel deze man dit allemaal gedaan heeft, puur in de privé-tijd. Bijna iedereen vindt dit een terecht ontslag op staande voet. Dan gaan we naar de blokker. Wie biedt? Terecht of niet terecht? Bijna iedereen vindt het terecht. En dan die laatste zaak van die bloedproef. Wie vindt dat een terecht ontslag op staande voet? Nou, dat is een hele kleine minderheid. Dus eigenlijk in de eerste twee zaken zegt de meerderheid dat is terecht. In de laatste zaak dat is niet terecht. Laten we eens kijken. Hoe moet je dit nou beoordelen? Ik zei het al eerder in een vorig college. Als je moet weten hoe het zit, kijk je naar de Hoge Raad. En ook hier is weer een heel belangrijke uitspraak over van de Hoge Raad in de zogeheten Hyatt case. Waar ging die zaak over? De Hyatt case speelt zich af op Aruba. En op Aruba heb je heel veel hele mooie hotels. Maar het mooiste hotel van alle mooie hotels is het Hyatt Hotel. U ziet het hier achter ons. Schitterend hotel. Met heel veel Amerikaanse klanten. Die houden van luxe en een mooie omgeving. En dat wil het Hyatt Hotel ook graag zo houden. Dat haar klanten daar zo tegenaan kijken. En om die reden, om te zorgen dat daar alles altijd representatief aan toe gaat, hebben ze een hele strenge code ontwikkeld. De zogeheten Drug-Free Workplace Code. En wat houdt die code in? Die code houdt in dat je als werknemer onder werktijd nooit, zoals dat dan heet, in any detectable manner, op welke manier traceerbaar dan ook, resten van verdovende middelen in je bloed mag hebben. Daar moet je mee akkoord verklaren als je daar gaat werken. Maar je moet je ook akkoord verklaren met het feit dat je at random getest kunt worden op de vraag of je inderdaad nog resten van verdovende middelen in je lichaam hebt. Nou, er is op een gegeven moment een bewaalde mevrouw, mevrouw Dirks, en die werkt als casino beverage server in het Hyatt Hotel. Dus die brengt drankjes rond in het casino van het Hyatt Hotel. En die heeft getekend zowel voor die code als voor die testingcode. En die wordt op een gegeven moment opgeroepen voor een test. En die blijkt inderdaad nog resten van cocaïne in haar urine te hebben zitten. En dan zegt het Hyatt Hotel, oké, er zijn nu 3 keuzes die je mag maken. Keuze 1 is, je neemt zelf ontslag. Keuze 2 is, je gaat afkicken bij het zogeheten Centro Colorado. En Aruba heeft, je zag net een foto daarvan, een hele mooie kant. Met fantastische zandstranden en de mooiste hotels. Maar er is ook een andere kant op Aruba. En daar ligt het Centro Colorado. Dat ziet er iets minder opbeurend uit. Op de achtergrond ziet u de smeulende raffinaderij op Aruba. Nou, daar mocht deze mevrouw gaan afkicken van het Hyatt Hotel. Dat was keuze 2. En er was ook nog een keuze 3. En keuze 3 was, u kunt op staande voet ontslagen worden. Nou, wat zei deze mevrouw? Ik ga zeker geen ontslag nemen. Ik ga ook zeker niet naar Centro Colorado. En toen zei het Hyatt Hotel, oké, dan word je op staande voet ontslagen. En zo geschiedde. Die zaak kwam uiteindelijk ook bij de Hoge Raad met de vraag van ja, kan dit nou zomaar? En de eerste vraag die daar opkomt, en dat is een vraag die ik eigenlijk meteen aan u wil stellen. Vindt u nou dat het Hyatt Hotel hier inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van deze mevrouw? Laten we eens kijken, wie vindt dat dit, wat hier is gebeurd, een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van deze werknemster? De meeste van u vinden dus van niet. Nou, diegenen die net hun hand hebben opgestoken, die kunnen meteen naar de Hoge Raad. Want inderdaad, de Hoge Raad zei, dit is inderdaad een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wat hier is gebeurd. Want door dit beleid en dit ontslag op staande voet, wordt deze mevrouw in feite beperkt in datgene wat ze in haar vrije tijd kan doen. Maar daarmee is nog niet gegeven dat dat niet mag, zegt de Hoge Raad. Want daarvoor hebben wij een toets ontwikkeld. En die toets die luidt als volgt. Als je gaat beoordelen of zo'n inbreuk op de persoonlijke levenssfeer of die gewettigd is, dan moet je kijken naar eigenlijk een soort van viertrapsraket. De Hyatt-toets, zullen we maar noemen. En de eerste toets die je dan aanlegt is de vraag, heeft de werkgever nou een legitiem belang om inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van die werknemer? Nou, wat kan dan zo'n legitiem belang zijn? Dat kan bijvoorbeeld de veiligheid zijn, hè? Veiligheid van werknemers. Dat speelde bijvoorbeeld in die zaak van die bloedproef, waar we het helemaal aan het begin over hadden. Maar wat ook een legitiem belang kan zijn, volgens de Hoge Raad, is de representatieve uitstraling van het Hyatt Hotel. En dat kan een reden zijn, een legitiem belang voor zo'n hotel, om inderdaad een bepaalde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te maken. Dat is de eerste toets. De tweede toets is dat er sprake moet zijn van een geschikt middel. Het middel wat de werkgever aanwendt om dat doel te bereiken, moet ook geschikt kunnen zijn om inderdaad bij te dragen aan dat doel. De tweede toets. En de derde toets is dan de zogeheten proportionaliteitstoets.
En daar moet eigenlijk afgewogen worden het legitieme belang van die werkgever, wat hij nastreeft. En aan de andere kant het belang wat de werknemer heeft om zich te beroepen op dat grondrecht. En hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En in dit geval zei de Hoge Raad uiteindelijk van ja, waar hebben we het hier nou eigenlijk over? En wat is nou de afweging die we moeten maken? En dan kun je op twee manieren kun je daar naar kijken. Je kan aan de ene kant zeggen, ja, we hebben hier een afweging van het grondrecht, het verdragsrechtelijk beschermde grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is het ene belang. En het andere belang is het belang van het Hyatt Hotel bij een immer representatieve uitstraling van zijn personeel. Als je de vraag zo formuleert, dan ligt het nogal voor de hand dat die werknemster die zaak gaat winnen. Maar de Hoge Raad benadert het op een andere manier. Die zei, we hebben aan de ene kant het legitieme belang van het Hyatt Hotel bij een goede uitstraling van zijn personeel. Een 5-sterren hotel. Wat hebben die anders dan hun representatieve uitstraling? Dat is heel belangrijk voor ze. En aan de andere kant hebben we hier een mevrouw die zich beroept op haar grondrecht om in haar vrije tijd cocaïne te gebruiken en dat verborgen te houden voor haar werkgever. Dat is de afweging zoals de Hoge Raad hem neerzet. Ja, en als je hem zo neerzet, is het niet zo gek dat de Hoge Raad zegt, nou, ik vind het eigenlijk best begrijpelijk dat die proportionaliteitstoets in het voordeel van het Hyatt Hotel uitvalt. En dan is de vierde toets, is de vraag naar het subsidiariteitsbeginsel. En dat is eigenlijk een vraag waarbij de rechter zich de vraag stelt, ja, kon er hier nou niet met een minder vergaande maatregel worden volstaan om hetzelfde doel te bewerkstelligen? En ook die vraag werd uiteindelijk in het voordeel van het Hyatt Hotel beslist. En wel op grond van het argument van ja, deze mevrouw had ook kunnen kiezen voor een minder vergaande maatregel. Ze had ervoor kunnen kiezen om naar het Centro Colorado te gaan. Dus ook aan dat subsidiariteitsbeginsel is hier voldaan. En het eind van het liedje was dat deze mevrouw dus terecht op staande voet was ontslagen vanwege overtreding van die code en de weigering om akkoord te gaan met het afkikprogramma bij Centro Colorado. Als we dat nou weten, dan gaan we vervolgens eens kijken terug naar het begin. Hè, naar die drie casuspositie die ik u voorhield. En de vraag was, hè, hoe zit dat nou? In welk van die drie zaken is het nou terecht dat de werkgever heeft ontslagen? En ik kan u zeggen, de rechter is in al die drie zaken tot het oordeel gekomen dat het ontslag terecht was. Dus in al die drie zaken was de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer volgens de rechter gewettigd. Kleine slag om de arm, de laatste zaak, die van die broedproef, die loopt nog, die ligt nu bij de Hoge Raad. Dus misschien dat daar nog verandering in komt. Maar voor dit moment geldt in ieder geval, in al die drie zaken bleef het ontslag overeind. En misschien dat sommigen van u denken, van nou dat gaat eigenlijk best wel ver. Dat een werkgever zo vergaande inbreuken mag maken op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer en wat hij in zijn vrije tijd doet. Maar diegenen die dat denken, die wil ik het volgende meegeven. Je moet je ook goed realiseren dat het Nederlandse arbeidsrecht ook heel veel vergt van de werkgever. En wel in die zin dat de werkgever ook rekening moet houden op allerlei terreinen met wat de werknemer in zijn vrije tijd doet. Ik zal drie voorbeelden geven. In de eerste plaats loondoorbetaling tijdens ziekte. In Nederland geldt als regel dat de werkgever gedurende 2 jaar het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen. Ongeacht wat de reden is voor die ziekte. Als jij ziek wordt keer op keer omdat je aan het zaalvoetballen bent en elke keer een blessure oploopt, dan staat die werkgever helemaal buiten, maar die werkgever mag wel het loon doorbetalen. Als jij gaat skiën en je breekt je been omdat je niet kunt skiën, zoals ik, mag de werkgever wel je loon doorbetalen. Terwijl hij daar helemaal niets mee te maken heeft. Ander voorbeeld. Ontslag op staande voet. In een vorig college is dat aan de orde geweest. Daar moet je ook kijken, zegt de Hoge Raad, naar de persoonlijke omstandigheden van de werkgever, van de werknemer. En dat kunnen ook persoonlijke omstandigheden zijn die zich volledig in de privésfeer afstemmen. Dus denk bijvoorbeeld aan het feit dat de werknemer een hoge hypotheek heeft die hij moet betalen. Of dat hij 10 kinderen heeft waar hij de financiële zorg voor draagt. Allemaal dingen waar de werkgever helemaal buiten staat. Moet hij wel rekening mee houden bij de vraag, kan ik ontslag op staande voet geven? En tot slot, een laatste voorbeeld, ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad. Bedrijfsfeestjes, ja, het voorbeeld waarmee we begonnen. Die werknemer die mag zich daar niet ernstig misdragen, maar aan de andere kant van de medaille zegt de Hoge Raad ook, als jij een bedrijfsfeestje organiseert voor je werknemers, dan mag er als werkgever wel van je verwacht worden dat je ervoor zorgt dat dat veilig gebeurt. En dat is een mooi voorbeeld uit de jurisprudentie van de Hoge Raad, waar het ging om een bedrijfsfeestje dat werd georganiseerd, waar men ging disco-rolschaatsen in de marmeren hal van de werkgever. Het bedrijf van de werkgever, en dat was een wat oudere mevrouw die al waarschijnlijk 30 jaar niet meer gerolschaatst had. En die ging daar ook leuk aan die activiteit meedoen. En het eerste wat er gebeurde was dat zij rolschaatsen kreeg en ze had nog geen 3 meter gerolschaatst. Of ze ging onderuit en ze brak zo ongeveer al haar benen en al haar armen. En daarvan zei de Hoge Raad uiteindelijk, ja, daar heb je als werkgever wel een zorgplicht voor. En ook daarvoor geldt dus weer, er wordt van de werkgever heel wat verwacht
ten aanzien van de vrije tijd van de werknemer, om daar rekening mee te houden. En daar staat wel tegenover dat de werkgever ook af en toe wel eisen mag stellen aan datgene wat de werknemer in zijn vrije tijd doet. Tot zover dit college. En in het volgende college gaan we in op de vraag of de werkgever zomaar je salaris mag verlagen.